Voorzitter, ten eerste wil ik namens de Gelderse PVV de Rekenkamer een groot compliment geven voor het rapport Zicht op subsidies. Mankementen aan het huidige subsidiesysteem en verbeteringen worden helder verwoord. Het is treffend dat ook diverse stellingen waar de PVV al jaren aandacht voor vraagt, de revue passeren. En dat het college zich daar niet altijd in kan vinden op diverse punten, verbaast mij dan ook niet. Zij laten maar al te graag het systeem in nevelen verhuld. Voorzitter, maar liefst 1/3 van de uitgaven bestaat uit subsidies. De afgelopen jaar, ieder jaar, een dikke 200 miljoen. En dit bedrag groeit. Het is de vraag of met deze honderden miljoenen belastinggeld het beoogde doel wordt bereikt. Want ondanks dat er wettelijke verplichting is op evaluatie en transparantie, wordt daar niet aan voldaan. Het IT-systeem is krakkemikkig en voldoet niet aan de wettelijke eisen. Zo worden fundamentele basisgegevens over de subsidieregelingen niet vastgelegd, zoals bijvoorbeeld de startdatum en wijzigingen in de regelingen zelf. Terwijl het college de mond vol heeft over innovatie en enthousiast bakken subsidiegeld aan derden verstrekt om te innoveren, worden onze rapportages gedeeltelijk handmatig aangevuld, alsof we nog in een stenen tijdperk leven. Handmatig werken is een risico voor fouten, wat dan weer de evaluatie vertroebelt en een belemmering is voor verbeteringen. En zo blijven we maar doormodderen. En dan mag het college wel heel trots zijn dat er bij intern onderzoek en de jaarlijkse accountantscontroles geen onrechtmatigheden geconstateerd zijn. Maar in hoeverre is de accountant op de hoogte van de onvolledige registratie van de subsidieregelingen in het geautomatiseerde systeem? Kan het college aangeven of dit ooit te sprake is geweest bij bespreking van bijvoorbeeld de lijst van bevindingen na een controle? Voorzitter, ik stel deze vraag omdat, ondanks dat de accountant in dienst is van provinciale staten, wij geen zicht hebben op de ongewijzigde lijst van bevindingen. Die wordt namelijk onder de pet gehouden. En dan is er natuurlijk de vraag wanneer het college de missende basisgegevens gaat opnemen in het geautomatiseerde systeem. Graag een reactie van de gedeputeerde. En voorzitter, als wij zelf de zaken niet op orde hebben, dan kunnen wij niet aan de subsidieontvangers vragen wel de zaken op orde te hebben. En er wordt dan ook niet gevraagd voor bedragen onder de 25.000 euro. Je hoeft dan alleen maar te cashen. Want verantwoordelijkheid afleggen, ja, dat hoeft dan niet. Blijkbaar heeft de overheid meer vertrouwen in de subsidieslurpers dan de mensen die worden leeggeschud voor diezelfde subsidieslurpers. Dit is niet uit te leggen aan de grote groep burgers die in armoede leven door de alsmaar stijgende lasten. Een alleenstaande bejaarde moet het doen met iets meer dan 16.000 euro per jaar. En iemand met het maximale minimumloon met 21.000 euro per jaar. En zij moeten wel verantwoording afleggen. Dan wel bij de Belastingdienst. En hou je je niet aan de spelregels, dan heb je binnen afzienbare tijd een dwangbevel op de mat liggen. Tja, leuker kunnen ze het niet maken. De belastingbetaler komt nu eenmaal niet weg met een steekproefje.